De politie heeft de hele dag gezocht naar een TBS'er die ontsnapt was uit de Nijmeegse pompenkliniek. Rond 4 uur vanmiddag werd bekend dat hij is opgepakt in Zeeland. De 42-jarige man fietste weg tijdens een verlof. Hij had TBS omdat hij minderjarige meisjes had misbruikt. Goedenavond. Beneden Leeuwen is opgeschrikt door een grote brand in een kringloopwinkel. En waarschijnlijk is er asbest vrijgekomen. En de moskee in Doesburg rouwt om de 61-jarige man uit Ethiopië die woensdag overleed doordat hij in huis een barbecue had aangestoken. En ze waren heel erg betrokken met de moslimgemeenschap. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft sinds gistermiddag gezocht naar een TBS'er uit de Nijmeegse pompenkliniek. De 42-jarige man, die in het verleden meerdere jonge meisjes misbruikte, ontsnapte gisteren tijdens een verlof aan zijn begeleider. Hij werd vanmiddag in Zeeland aangehouden. De 42-jarige Harry van E. zat in de zwaar beveiligde pompenkliniek. Gistermiddag onttrok hij zich tijdens een begeleid fietsverlof in het buitengebied van Malden aan zijn toezicht. Hij pinde daarna geld in het centrum van Gennep. De ontsnapte pedofiel misbruikte in totaal 6 minderjarige meisjes. In 2013 kreeg hij daarom TBS met dwangverpleging opgelegd. Het misbruik vond plaats in Barneveld. Slachtoffers en hun familieleden werden door het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld van de ontsnapping. Een vader van een van de slachtoffers vertelt aan Omroep Gelderland dat hij ontzettend bezorgd is. Sinds 2 jaar gaat het eindelijk weer goed met zijn dochter. En hij vertelt dat het nu voelt alsof hij weer 2 jaar terug in de tijd is. Politie en justitie verspreiden vandaag een signalement in de hoop dat hij herkend zou worden. Op basis van een tip werd hij in het Zeeuwse Rilland aangehouden. Dikke rookwolken vanmiddag boven Beneden Leeuwen. Daar ging een kringloopwinkel in vlammen op. De eigenaren van de kringloopwinkel staan met tranen in de ogen te kijken hoe het werk dat zij met veel vrijwilligers hebben opgebouwd, verdwijnt. Er is niks meer over. Ik begin met zo hard. Er zijn zeker 20 mensen in de kringloopwinkel als de medewerkers, die staan te pauzeren bij de toonbank, vuur zien in het magazijn. Plussen lukt ze niet. We hebben het wel geprobeerd met brandblussers en brandraspen. Het ging veel te hard. Op een gegeven moment kwam er allemaal rook via het plafond en alles. Nou, toen hebben we gezet, iedereen naar buiten. En waar in de winkel begon het dan? Waar het begonnen is? Ja. Ja, achter het magazijn ergens, bij de roldeur, denk ik. Hoe daar de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Dat moet onderzoek uitwijzen. Maar eerst wordt iets anders onderzocht. Er is een groot vermoeden van asbest in dit pand. Vandaar ook dat wij actief hebben gecommuniceerd aan de mensen in Beneden Leeuwen. En met nadruk de mensen in het industrieterrein ten zuiden van Beneden Leeuwen. Om daar ramen en deuren te sluiten. En we hebben als extra maatregel ook meetploegen deur aan deur daar laten gaan. Om die mensen actief te informeren daarover. In een grote cirkel rond de afgebrande kringloopwinkel mogen mensen wel naar huis, maar ze moeten oppassen dat ze niet in roetdeeltjes stappen of ze aanraken. In de moskee in Doesburg is vanmiddag afscheid genomen van de 61-jarige man die woensdag door een koolmonoxidevergiftiging om het leven is gekomen. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de man gas heeft binnengekregen doordat er in huis een barbecue aanstond en niet zoals eerder werd gedacht door een kapotte cv-ketel. Een trieste dag vandaag voor de moslimgemeenschap in Doesburg. Nadat het lichaam van het slachtoffer door de politie is vrijgegeven, is het naar de moskee overgebracht. De uitvaartplechtigheid mogen we niet filmen vanwege privacy van de nabestaanden. De Anadolu Moskee is een Turkse moskee, maar ook toegankelijk voor andere nationaliteiten. Het 61-jarige slachtoffer uit Ethiopië kwam hier elke dag om te bidden. Het was een heel aardige man waar wij heel weinig konden communiceren omdat hij de taal niet sprak. De gebarentaal deden we wel eens. Desondanks waren hij en zijn 13-koppig gezin erg gebonden aan de moslimgemeenschap. Er is veel verdriet en onbegrip om de dood van de man. Woensdagochtend rukten hulpdiensten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De vrouw en een zoon van het slachtoffer liggen nog steeds in het ziekenhuis. De moskee is een grote geldinzameling gestart, want de slachtoffer wilde in Ethiopië begraven worden. De gemeenschap ziet het als haar plicht om daarbij te helpen. Zij hielpen ons ook met allerlei organisaties. Ze waren altijd aanwezig hier met open dagen en dat soort dingen. En ze waren heel erg betrokken met de moslimgemeenschap. En dan was het tijd om wat iets terug te doen.
Ja, en de brandweer zegt het vaker tegen te komen dat mensen binnen de barbecue aansteken. Ze waarschuwt dat niet te doen, want door giftige dampen die kunnen vrijkomen, kunnen mensen vrij snel bedwelmd raken. Ja, bij onvolledige verbranding komt koolmonoxide vrij. En daarvan is ook sprake bij een barbecue op gas of op houtskool. Er komt enorm veel koolmonoxide vrij. En dat kan binnen heel korte tijd kan dat leiden tot bewusteloosheid en zelfs tot overlijden. Nou, korte tijd, waar hebben we het dan over? Ja, dat zou bij een hoge concentratie zomaar binnen een uur kunnen zijn. Dood door giftig gas van een houtskoolbarbecue. Het ongeval in Doesburg lijkt bijzonder, maar volgens de brandweer komt het veel vaker voor dat mensen binnen een gas- of houtskoolbarbecue aan hebben. Hoe vaak het misgaat, daar heeft de brandweer geen precieze cijfers van. Maar een waarschuwing is op zijn plaats. Koolmonoxide is juist zo ongrijpbaar. We noemen dat ook wel een sluipmoordenaar, omdat je het niet kunt ruiken, horen of proeven. En je hebt dus niet in de gaten dat de koolmonoxide in je woning komt, waardoor het extra gevaarlijk is. Dus toch maar die melders ophangen? Sowieso melders ophangen en daarnaast nooit binnen barbecuen. Bij een waterpijp kan ook koolmonoxide vrijkomen. En als je in een kleine ruimte bent die niet geventileerd wordt, kan dat ook gevaarlijk zijn. Zometeen goed nieuws voor de Achterhoek en de Liemers. Ze zijn beter bereikbaar door een vernieuwd spoortraject. Ik heb er nog niks van gemerkt, om heel eerlijk te zijn. De 57-jarige vrouw uit Ermelo, die woensdagavond dood werd gevonden in haar huis, heeft die avond eerder uit angst met de politie gebeld. De vrouw meldde de politie dat ze zich niet veilig voelde en wilde daarom advies. Haar werd geadviseerd om het huis te verlaten en elders onderdak te vinden. De politie heeft dat telefoongesprek nog eens nageluisterd en denkt goed te hebben gehandeld. Wel is er nog een onderzoek ingesteld om te kijken of toch iets mis is gegaan. Een 61-jarige man zit inmiddels vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. Twee Nijmegenaren van 23 en 27 jaar krijgen 6 jaar celstraf omdat ze 5 jongeren uit Ewijk gedwongen hadden geld voor hen te pinnen. De slachtoffers werden tegen hun wil vastgehouden en bedreigd met een mes en een vuurwapen. 1 slachtoffer werd met een mes in zijn gezicht en rug gestoken. En naast de celstraf moeten de daders schadevergoedingen betalen. En de gemiddelde WOZ-waarde van Gelderse woningen steeg dit jaar met 7%, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 7,8%. Nijmegen is dit jaar veruit de grootste stijger, met een groei van 13,7%. En in 1 Gelderse gemeente daalde de huizenwaarde, dat was Wageningen. En microbioloog Andreas Vos van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft met zijn team in Amerika de Ig Nobelprijs gewonnen. Vos deed met zijn team onderzoek naar de aanwezigheid van bacteriën op bankbiljetten. De Ig Nobelprijs is een parodie op de echte Nobelprijs en wordt toegekend aan wetenschappelijk onderzoek dat mensen aan het denken zet. En met de auto en openbaar vervoer zijn duizenden bezoekers onderweg naar Tiel. Want daar begint zometeen de 28e editie van een van de grootste gratis muziekfestivals in Nederland. Appelpop. Ja, en al die mensen die moeten natuurlijk ook ergens slapen vannacht. Zoals op de camping tussen de dijken. En daar is ook onze verslaggever Petra Cusé. Petra, je bent zo te zien niet alleen. Het ziet er al hartstikke gezellig uit, ja, daarachter bij jou. En of dat het hier gezellig is. Kijk maar even achter me. Tentjes die staan dicht op elkaar. Want normaal gesproken is die plek voor zo'n 50 mensen ongeveer. Ja, en nu staan er zo'n 250 mensen bij elkaar. Vanmiddag zijn ze aangekomen. Tenminste, de eerste hebben de boel opgezet. Laten we even gaan kijken naar een filmpje van vanmiddag. Tent opzetten, hoe lukt dat? Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Want ik kampeer eigenlijk nooit. Maar het gaat tot nu toe best wel goed. Ja, maar we zijn nog niet zo ver. En je hebt het wel eens vaker gedaan? Ja, we wilden eigenlijk, ik en mijn vriend wilden deze tenten mee op vakantie nemen, maar we waren de stokken vergeten. Dus het is de eerste keer dat we erin slapen nu. En hoe lang kom je al op deze camping? 5 jaar nou. En waarom? Omdat het altijd gezellig is. En dit plaatje heb ik nou eenmaal. En het zijn vrij gewilde plaatjes. Dus ik ga er niet meer weg, kan ik elk jaar terugkomen. We komen eerder voor camping dan Appelpop. Appelpop zouden we in eerste instantie mijn eerste keer heen gaan. En de tweede keer dacht ik van de camping is gewoon veel gaver dan Appelpop zelf. Dat is wel leuk, dus dat... En wat maakt een camping nou leuker dan een festival?
het is de gezelligheid dat je zeg maar, niet van die haantjesgedrag mensen hebt. Die denken van ja, ik heb de grootste pik, dus ik ben de beste. En dat is hier niet zo. Het is gewoon leuk, normaal volk met z'n allen van joh, we komen lekker met z'n allen op het terrein en we gaan lekker feest vieren, weet je wel. Iedereen helpt elkaar. Appelpop! En wie er ook zit op deze camping, zijn mensen die hier al 7 jaar komen uit Brabant. Nico, waarom kom je hier al 7 jaar op deze camping? Wij komen hier omdat het ontzettend gezellig is. Ieder jaar kijken we er naar uit om hier naartoe te kunnen gaan. En Saskia, jij bent ook onderdeel van deze groep, grote groep, 30 mensen ongeveer van familie en vrienden bij elkaar? Ja, kleine 30 met, van jong tot oud. Vanuit Brabant hier naartoe naar deze camping om hier te genieten van elkaar vooral? Ja, eigenlijk wel ja. Genieten van elkaar, van de vrienden, de muziek, de gezelligheid. En natuurlijk, traditioneel, 's avonds, 's nachts, na afloop de frikandellen afterparty. Frikandellen afterparty en Appelpop, daar komen jullie natuurlijk ook voor, of niet? Uiteraard, we moeten ons haasten dadelijk om 6 uur bij de opening van Appelpop te zijn. Nou, de opening van Appelpop, dat is Danny Vera, als ik me niet vergis. Danny Vera, ja. Kijken we allemaal naar uit. Zometeen om 6 uur dus de aftrap van de 28e editie van Appelpop. Dankjewel, Petra Cusé. De Achterhoek is een stukje beter bereikbaar. Het spoortraject Zevenaar-Wehl is vernieuwd en dat betekent kortere reistijden en minder vertragingen. Het verbeterde spoortraject werd officieel geopend in Didam. Ja, en de belangrijkste vraag is natuurlijk, wat merken de reizigers van de verbeteringen? Ik heb er nog niks van gemerkt, om heel eerlijk te zijn. Ik merk er niet zoveel van, want hij is vooral aangelegd richting Arnhem. En ik moet juist naar Doetinchem, dus naar Doetinchem merk je er niet veel van. Nou, vooral de treinen richting Arnhem die zijn gewoon wel een stuk sneller. En dat is wel fijn, eigenlijk. Het is nog niet iedereen opgevallen dat het spoor vernieuwd is. Toch heeft ProRail hard gewerkt. Er is 38 miljoen euro uitgegeven. Het belangrijkste is dat we een spoorverdubbeling hebben gehad. Met maatregelen genomen waardoor de snelheid van de trein omhoog kan en de onderdoorgang op de Babberichseweg. Dat zijn wel de hoofdonderdelen van wat we hier aan het doen zijn voor dit budget. En daar wil de provincie het niet bij laten. Er wordt al aan nieuwe plannen gedacht om de Liemers en Achterhoek beter bereikbaar te maken. We gaan mogelijk nog verder. We gaan kijken of we het spoor kunnen verdubbelen naar Doetinchem. En dan gaan we ook kijken of we de regio-express hier kunnen introduceren. Waarbij mensen vanuit de Achterhoek nog sneller in Arnhem kunnen zijn. Voorlopig is het voor de reizigers wel even oppassen met die snellere treinen. Nou, sowieso dat de trein van twee kanten kan komen en dat ze twee keer de rails oversteken. Dus het is net wat breder geworden. Dus je moet echt wel kijken dat je tijd hebt om over te steken. Ik ben er hartstikke blij mee. Geen vertraging meer. Lekker op tijd op school. Eindigt positief. Dan gaan we naar het weer en dat krijgen we van Jordi Bloem. Vanochtend begon grijs en regenachtig, licht regenachtig. Op sommige plaatsen viel 1 tot 2 mm regenwater. In Ruurlo iets meer. Daar werd 4 mm opgevangen op het weerstation van mijn collega Jordi Huurne. Nou, in de loop van de dag klaarde het op. De zon kwam er steeds vaker bij. We hebben het gezien, we hebben het gemerkt. Prima weer. En ook morgen is het heerlijk weer, denk ik, voor velen. Een hoge drukgebied ligt boven onze omgeving. Weinig wind, helder, weinig bewolking uiteindelijk. En dat betekent dus morgen dat het zonniger is dan vandaag. Want ook vanmiddag hadden we zonnige perioden. Temperaturen liepen op tot boven de 20 graden en ook morgen warm. Komende nacht behoorlijk fris. Op sommige plaatsen 4 tot 5 graden. Met name op de Veluwe en ook in het oosten van Achterhoek kan het zo fris of zo koud worden. En overal zijn in principe wel wat mistbanken mogelijk. Maar dan vooral in het buitengebied, niet midden in het centrum van Arnhem of Nijmegen bijvoorbeeld. Met nauwelijks wind daarbij. En morgenochtend lost het ochtendgrijs snel op. Een mooie zonnige dag staat ons te wachten. Klein beetje bewolking is mogelijk, stelt niks voor. En weer wordt het boven de 20 graden, 22 graden maximaal. Met zwakke wind en bij voorkeur uit oostelijke richting. Op zondag waait het wat meer, iets meer uit het zuidwesten. Er worden wat wolkenvelden verwacht, de zon komt er nog wel tussendoor. En ook dan wordt het zo'n 22 graden. Maandag, dan is het waarschijnlijk helemaal bewolkt in de provincie. Met misschien af en toe een heel klein beetje regen. Het wordt een graad of 18. Dinsdag en woensdag 16 graden, nog wat frisser. Wel met geregeld zonneschijn. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze Omroep Gelderland app en ook op gld.nl. En ik wens u vast een fijn weekend.